Hallo weer, welkom bij session 2 van hierdie reeks van basis gitaarbeginsels. In die eerste beginsel is ons kyk na tuning van die gitaar en die basis structuur van die gitaar. In session 2, 3, 4, 5 en tot in session 6 gaan ons concentreren op open chords. Open chords is maar net gewone akkoorde wat jy gaan druk op die nek van die gitaar en hulle open chords druk allemaal op die eerste 3 frets van die gitaar tot en met hier. Dit is ook 90% van al je chords wat je gaan moet ken en gaan gebruiken op een akoestiese gitaar meeste van die tijd. So sterkte daarmee. Aan die einde van die video sal daar ook muziekstuk wees of een jam along session wees wat je samen met my kan speel. En die drukke wat ons in die eerste die session leer sal kan gebruik. Die eerste akkoord wat ons gaan leer is die akkoord van G. En ons gaan ook andere akkoorden leer wat in die sleutel van G samen met hom werk. Right. G is die akkoord wat jy as gitaarspeler 10-10 in die heel meeste gaan gebruik in jou loopbaan. Right, so kom ons begin. Baie eenvoudig, die eerste ding wat ons moet weet is jou regte korrekte handposisie. As jou handposisie nie reg is, jy gaan jy sukkel met akkoorde vir al om hulle skoon gedruk te kry. Dit is baie belangrik om nie die gitaar se nek te probeer gryp soos dit nie. Vir al jou hand, as jy kleiner hande het, moet jy genoeg spasie maak. Eintlik al wat moet in contact wees met die gitaar is jou vingers. Met ander woorde, jou duim aan die agterkant van die gitaar en dan jou vingers voor. En ons druk op die punte van ons vingers. Nie op die plat gedeelte nie, maar op die punt. Om seker te maak, dat is nie een onnodige snare raak, of snare wat per ongeluk druk, wat is nie moet druk nie. Die makkelijkste manier om dit te doen, wanneer jou gitaar druk, is om seker te maak, dat jy jou gewrig uitdruk naar die onderkant toe. Dan sal jou vingers automatisch naar die vingerpunte toe gaan, en jy skoon, mooi skoon drukke kan doen. As jy sukkel met drukke om hulle skoon te kry, is dit gewoonlik die eerste plek waar jy kan gaan, reset jou druk. Maak seker jou greep is reg. Right, die eerste druk wat ons gaan kyk is G. Nou, G, ons begin met ons middelvinger. Hier is ook een diagram hier boven julle waarna julle kan kyk, om het dalk vir julle makkeliker te maak. Die eerste, jou middelvinger gaan naar die derde fret van die gitaar. Ons sit hom daar neer, dus druk op die vingerpunt. Die tweede vinger gaan op die vijfde snaar, tweede fret, dan hoor het daar, as jylle kan mooi sien, dan hierdie twee vingers, jou ringvinger en jou pinkie, jou ringvinger gaan ook op die derde fret, op die tweede snaar van onderaf, okay. En dan het ons ons pinkie, wat reg onder ons ringvinger kom, aan die woorde, die derde fret, jylle onderste snaar, en dan lyk die druk so, ons gaan net weer, middelvinger, derde fret, boonste snaar, wijsvinger, vijfde snaar, tweede fret, ringvinger, is die tweede snaar van onderaf, derde fret, en pinkie, is die hele onderste snaar, derde fret. Kijk, dan klink hy so. Die volgende druk wat ons gaan leer is hoe bietjie amper half moeiliker. Dit is C, daar is sy diagrampie. Nou, met C gaan jy jou vingers een beetje reik, weer eens, maak seker dat jou handposisie reg is. Eerste vinger, voorvinger, gaan naar die tweede snaar op die eerste fret toe. Daar. Tweede snaar, eerste fret. Jou middelvinger gaan naar die vierde snaar toe. Op die tweede fret. En jou ringvinger gaan naar die vijfde snaar toe, derde fret. Okay. Met hierdie specifieke akkoord, open akkoord, gaan ons nie die boonste snaar saam speel nie, want hy hoort hier erg daar nie, in die equation nie, so ons gaan net die onderste vijf snare speel. Dit is hoe het klink. Right, ek wys gou vir jou weer, jy kan ook naar die diagrampie kyk, hier langs my, as dit vir jou so makkeliker maak, so, voorvinger is op die tweede snaar, eerste fret, middelvinger is op die vierde snaar van onderaf, tweede fret, en ringvinger is op die vijfde snaar, vierde fret. Right, handposisie reg. Die manier hoe ons toets of ons chords actually reg is en wat reg klink, is ons vat, wanneer ons hom gedruk het, vat ons al die snare en ons trek hulle een vir een, en wanneer julle trek met hulle allemaal mooi skoon speel. Soos dit. Okay. As jy enige snare het wat daai geluid maak, teken dat jou handposisie is hier reg of jou vinger is hier reg nie, om dan op jou vingerpunte te druk. Dit moet so klink.
tweede laatste akkoord van hierdie session, wat ons gaan doen, is die akkoord van D. Daar is die diagram weer vir jou. Die is een druk wat al drie op de onderste drie snaren van de gitaar gebeur. En ons speel ook net die onderste vier snaren van de gitaar, wanneer ons die druk gebruik. Goed, so kom ons begin maar weer met ons wijsvinger. Ons wijsvinger gaan naar die derde snaar op die tweede fret. Dus 1, 2, derde snaar op die tweede fret. Ons middelvinger gaan naar die onderste snaar toe. Daar jylle. Die onderste snaar toe. Tweede fret. En dan ons ringvinger gaan actually naar die tweede snaar toe. Op die derde fret. Soos daar. Okay. En soos ek gesê het, ons speel die onderste vier snare. As jy die 15 bijspeel, is dit ook fijn. Dus hy klink weer eens toets jou snare en toets jou druk deur al die snare individueel te trek. Seker te maak hy skoon. Goed. Nou die laaste druk is eintlik die heel makkelijkste ene van allemaal. Dit is wat ons noem E minor. Een baie belangrike druk vir hierdie sleutel. Gaan hom baie gebruik. Baie eenvoudig, is net twee snare wat ons gaan druk. Twee nootjies wat ons gaan druk op die gitaar. Ons gaan al die snare speel. Eerste vinger gaan naar die vijfde snaar toe op die tweede fret. Daar so. Ok. Middelvinger gaan recht onderom op die vierde snaar. Ok. Weer eens. Eerste vinger gaan op die vijfde snaar op die tweede fret. En ons middelvinger gaan recht onderom gaan die vierde snaar druk ook op die tweede fret. Ok. En hy klink so. Die akkoorde wat ons vandag geleer het, net om saam te vat, is G, dan tos C, dan tos D, en dan E minor. Right, ons gaan nou een liedjie saam speel wat in die sleutel van G is, en waar ons al die akkoorde gaan gebruik. Oefen dit soveel as wat jy wil, herhaaldelik, tot jy gemakkelijk is met die drukke. In session 3 gaan ons aan met nog een paar van die open chords en natuurlijk nog een paar liedjes. Ek wil ook dat jy moet by die huis vir jou liedjes soek wat in die sleutel van G is en die akkoorde toepas en probeer saam speel. Kyk of jy dit kan uitfigure. Hoe weet ons wanneer is die liedje in die sleutel van G of in die key of G? Dis die makkelijkste manier om dit uit te figure is maar te kyk na die noot waarmee die liedje begin. Die eerste noot waarmee jy begin sal gewoonlik in die root key wees. Met ander woorde, as dit G is, dan sal die hele liedjie in die key of G wees en dan kan jy hierdie akkoorde toepas. So, soek vir liedjies wat begin met G en eindig met G. Dit is gewoonlik die heel makkelijkste manier om die sleutel van een spesifieke liedjie te bepaal. As jy belangstel om session 3, 4 en 5 en die rest van die sessions in die reeks in die hande te kry, kontak my op hierdie e-mail adres. Ek sal die inligting vir jou deurgee, so spoedig as moontlik. Dankie dat jy gekyk het. Kom ons speel een bietjie saam.